Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer herfst en dus tijd voor de najaarskermis in Breda. De najaarskermis is de grote van de twee kermissen. En op de eerste avond is het al meteen volle bak. Ik vind het een hele leuke kermis, jongens, hoor. Het is gezellig hier op de kermis. Ja hoor, maar het is wel een beetje druk. De eerste avond wel, ja. Het loopt wel aardig aan, ja. Ja, ja, het loopt wel aardig aan. Dus het is wel heel druk. Waar ben je in geweest? Nog nergens. Spookhuis is het beste. Ik ben daar met hem geweest. Ja, we gaan dadelijk in die bol. Ja. In die wat? In de bol of zo. En we zijn in de katapult. Ja. En we zijn al in het spookhuis geweest. Ik ben in de... Ja, die als het ware auto heel hard ronddraaien. En ik ben voor de rest van de zin geweest. Ik heb wel dingen gewonnen proberen, maar het lukte niet. Wel een leuke kermis, hoor. Ja, ik word heel snel misselijk in heel veel dingen, dus denk botsauto's sowieso. En jij, waar wil je nog in? Ja, in die, zeg maar die stok die zo gaat met die draaiende dingen eraan. Ja, ik weet niet hoe die heet, maar... Ja, de booster is wel leuk, of de bal, dus... Wel leuk, alleen doet een beetje pijn soms in de botsauto's, want mensen gaan gek. Het is echt best wel leuk en het is best wel druk. Vind je niet eng? Nee. Hij gaat wel hard, hè? Ja. Kunnen jullie daar tegen? Ja, we kunnen daar wel tegen. Ja. Hoe was het? Best wel vet. Ja, ben je niet misselijk? Nee hoor. Echt niet? Nee.